Welkom bij Leeuwarden Actueel van dinsdag 6 december. De provincie mag dan op stand zitten aan de tweebaksmarkt. De stoep voor de hoofdingang is te hoog gegrepen. De trottoirrand plal voor de nieuwe entree van het provinciehuis van 79 miljoen euro is 30 centimeter hoog. De deuren van doorsnee auto's kunnen daardoor aan de trottoirkant niet open. Moet een koningin, ministers of ambassadeurs straks aan de straatkant uitstappen? Openbare basisschool De Wester wacht al jaren op een flinke opknapbeurt. Het wachten zat, heeft men nu de stichting Vrienden van De Wester opgericht, die een beroep doet op iedereen die de school een warm hart toedraagt een bijdrage te leveren voor of aan het opknappen. Wat staat hier te gebeuren? Nou, eigenlijk is er een uniek initiatief. De school die heeft achterstallig onderhoud. Proloog gaat helpen met het achterstallig onderhoud, heeft niet al het geld om dat te financieren. En ouders zijn opgestaan en die zeggen, wij gaan er positief tegenaan, wij gaan helpen om die school zo mooi mogelijk te krijgen. En normaal doet een school dat met een kleine actie. Alleen deze ouders die hebben een stichting opgericht en die willen gewoon een aantal jaren aan het werk om die school zo mooi mogelijk te krijgen. Hoeveel jaren onderhoud zal er ongeveer ingehaald moeten worden? Qua verfwerk bijvoorbeeld zal er zeker 17 jaar onderhoud ingehaald moeten worden. Dus de vloeren die zijn niet meer up-to-date, het verfwerk loopt achter, het plein is niet meer zoals het hoort, voldoet niet aan de eisen, dus er is echt een hele bult werk, zoals wij dan zeggen. Ja. Gaan de kinderen ook iets doen om te helpen? Ja, de kinderen zijn al begonnen. Ze hebben allemaal een eigen kerstkaart getekend en die is gedrukt tot een echte kerstkaart. En die verkopen ze nu. En dat geld wat daarmee binnenkomt, dat is ook voor de school. Alleen we willen niet dat kinderen en ouders die hele verbouwing gaan betalen. Dus we kijken ook naar andere mogelijkheden. Wie zouden dan nog meer kunnen helpen? Eigenlijk alle mensen met een warm hart kunnen helpen, zo noemen wij dat. We hebben bedrijven die bijvoorbeeld materialen tegen inkoopprijs willen aanbieden. Maar er zijn bedrijven waarmee we in onderhandeling zijn, die willen misschien het verven van één lokaal sponsoren. Je kunt denken aan hand- en spandiensten, zo breed als je, als je het maar wil zien. Binnen de drie noordelijke provincies presteert de Friese economie volgend jaar het best. De werkloosheid zal hier weliswaar oplopen naar 6,6% van de beroepsbevolking, maar Groningen en Drenthe krijgen grotere problemen met respectievelijk 9,2% en 7,2% werkloosheid. De arbeidsmarkt is in Friesland krapper en de samenstelling van bedrijfssectoren is hier gunstiger dan in de rest van de noordelijke provincies. Vooral de zorgsector is hier stevig vertegenwoordigd en die zorgt voor veel banen. Landelijk stijgt de werkloosheid volgend jaar naar 6,3%. In de Centrale Bibliotheek aan de Wernemerdijk is tot en met zaterdag 31 december een boekenmarkt. De bibliotheek verkoopt zeer divers en bijzonder materiaal uit de magazijncollecties. Het afgeschreven materiaal wordt verkocht voor prijzen vanaf 1 euro. Er is hier dus nu een boekenverkoop aan de gang. Wat voor soort boeken gaat dit om? Dit gaat om de boeken die wij uit onze collectie halen. En dat gaat het hele jaar door, want wij houden ervan om alleen actuele en frisse boeken die regelmatig gevraagd worden in de collectie te houden. Daarnaast bewaren we wel bepaalde dingen die behoren tot het cultureel erfgoed. Maar er is ook heel veel wat niet vaak genoeg meer uitgeleend wordt. En dat verkopen we dan. Zitten hier ook speciale exemplaren tussen? Ja, we hebben ook een hele selectie antiquarische boeken. En dat komt omdat wij dit jaar minder magazijnruimte hebben gekregen. Dus boeken die we van oudsher bewaarden, omdat het toch wel belangrijke en kostbare boeken waren. Die verkopen wij nu.
En dat is heel aantrekkelijk voor mensen, want die verkopen voor 1/5 van de antiquarische prijs die ze gemiddeld opbrengen. Als verzamelaar zijnde, kun je hier dan je hart ophalen? Nou, uit wat ik net vertelde over die antiquarische boeken, is het dit jaar wel even de moeite waard om langs te komen. Connection rijdt vanaf zondag 11 december een nieuwe dienstregeling. In de regio Friesland-Leeuwarden wijzigt de dienstregeling van slechts een paar buslijnen. Voor veruit de meeste buslijnen verandert er niets. Een handig hulpmiddel is het gebruik van de QR-code op de voorzijde van de flyer die in de bus is te vinden. Met deze code kan men met mobiel internet direct doorlinken naar de wijzigingen in de regio en naar de nieuwe dienstregeling per buslijn. Maar ja, zoiets lukt alleen met een zogenaamde smartphone. Gewone mobiele telefoons reageren er niet op. Dierenopvang De Wissel organiseert op zaterdagmiddag 10 december een kerstmarkt. De inspecteurs van de dierenbescherming zullen bezoekers vertellen over hun ervaringen en hondenschool De Gehoorzame Huishond is aanwezig om uw vragen over hondentraining te beantwoorden. Tot zover Leeuwarden Actueel van dinsdag 6 december 2011. Tot ziens.